Hey iedereen, welkom terug. In deze video wil ik het met jou hebben over tweelingvlam. Waarom? Omdat ik op internet of Google of wat het ook wil zijn, heel veel tegengestelde berichten ben tegengekomen over tweelingvlammen. En daarom heb ik een blog geschreven en neem ik nu deze video hier ook op om een aantal zaken recht te zetten vanuit mijn connectie als tweelingvlam, dus met andere woorden vanuit het zijn van een tweelingvlam, maar ook vanuit de connectie en de communicatie die ik heb met mijn gidsen van de dertigste densiteit of horen wat te zijn is de dertigste laag van energie. Dat is geen gids uit de 5D, maar uit 30D. Vooraleer dat we verder gaan met de video, wil ik ook nog eens meegeven dat het belangrijk is om op je eigen intuïtie te gaan vertrouwen. Niet alleen als het gaat om de informatie die ik met jou deel, maar ook met alles wat je leest op internet, andere mensen die video's delen of channelen vanuit 5D en hoger. Want het is heel belangrijk dat mensen die informatie channelen en meedelen, dat kanaal zuiver is. Dus dat er geen dualiteit meer in zit. Want niet alle lichtwezens die aan de andere kant van de sluier leven of bestaan of zijn, hebben een leven al in eenheid. Dus dat betekent dat sommige lichtwezens nog altijd onderhevig zijn aan de dualiteit, waardoor dat het gevaar insluipt dat er boodschappen gechanneld worden die getekend worden of beïnvloed worden door de dualiteit van dat lichtwezen. Is dat erg? Nee, op zich niet, maar het is altijd beter om natuurlijk informatie te channelen en mee te delen, de wereld in te sturen die echt zuiver zijn en van een hoogste densiteit of realms of lichtwezens of energieën of hoe je het ook wil noemen, komen. En dat is ook de reden waarom dat ik besloten heb om ook de informatie dat ik channel ook te delen in video's. Omdat niet iedereen zo graag leest als ik, of die niet zo graag blogjes volgt, of, en die dus eigenlijk gewoon liever de voorkeur heeft aan video's bekijken of audio's te beluisteren. Dus, maar om dus terug te komen op het feit van vertrouw op je eigen intuïtie, voor elke informatie, of dat dan je cursus is of een spirituele leraar die volgt of niet, vertrouw op je waarheidsdetector die echt diep binnen in jezelf zit. Want je ziel weet al die informatie, je ziel herinnert zich dat allemaal. Het is eigenlijk jouw ego, dus je emoties, je gedachten en overtuigingen, die ervoor zorgen, die jouw persoonlijkheid vormen en die ervoor zorgen dat je gaat gaan twijfelen aan informatie. En die er eigenlijk ook gaat voor zorgen dat je constant op zoek gaat naar andere spirituele leraar, naar andere mensen die informatie channelen, totdat je eigenlijk die klik gevonden hebt of het vertrouwen hebt, enerzijds om je eigen informatie in je eigen kanaal te vertrouwen, of dat je zoiets hebt van ja, oké, die persoon past nu bij het moment waar dat ik zit in mijn bewustwording en waardoor je eigenlijk jullie energieën gematcht zijn en waardoor je het gevoel hebt dat die persoon jou op dat moment iets kan bijleren. Wat dat niet betekent dat dat voor altijd zo zal zijn. En ook daar vertrouw op je intuïtie en op je gevoel als je voelt dat je bij een bepaalde persoon alles geleerd hebt en dat je kon leren van die persoon, alsjeblieft ga verder en hou je eigen groei niet tegen. Nu, dat gezegd zijnde, gaan we verder op met de inhoud van deze video en dat gaat dus over tweelingvlammen. Want tweelingvlammen vormen een voorbeeld voor de nieuwe samenleving, omdat ze eigenlijk het voorbeeld zijn van een eenheid en individualiteit. Ik ga dat straks meer uitleggen. Want het komt er dus op neer dat ze eenheid in zichzelf gaan creëren en vervolgens eenheid gaan creëren in die relatie, maar tegelijkertijd zal alle twee nog individueel blijven. Dus ze zijn zich nog bewust van hun eigen
persoonlijkheid, van hun eigen individualiteit. En zo, naar die wereld, naar die samenleving, zijn we ook allemaal aan het toe groeien. Nu, in tegenstelling tot vele berichten dat ik op internet lees, zijn tweelingvlammen geen twee delen van één ziel. Dat zijn tweelingzielen. Tweelingvlammen zijn volledig zonder de ander. Dus het is een volledige ziel zonder de ander. Ze kunnen sowieso perfect zonder elkaar functioneren. Maar dat niet betekent dat ze elkaar niet zouden nodig hebben. Dat hebben ze wel, omdat ze elkaar versterken. Ze maken elkaar krachtiger door die connectie. Maar als één of van de twee zou beslissen om die connectie niet te willen aangaan vanuit de vrije wil, dan nog zijn ze alle twee in staat om apart van elkaar de missie te vervullen dat ze moeten vervullen. Nu, het belangrijkste dat ik eigenlijk dus mag rechtzetten, is dat ze niet elkaars andere helft zijn, vanuit een idee van het gemis of het tekort of het niet volledig zijn. Ze zijn geen twee delen van één ziel. Tweelingvlammen zijn op hetzelfde moment geboren als ziel uit de bron. Dus je kunt dat voorstellen, het ogenblik dat ik dat gevraagd heb aan mijn gidsen, kreeg ik het beeld van een grote ronde bol. Ik zou het eigenlijk kunnen vergelijken met de zon, hè? Dus waar dat de energie van uitstraalt. En op het ogenblik dat tweelingvlammen geboren worden, worden dat twee kleine bolletjes die uit die grotere bol gaan springen. Waardoor dat ze daar op dat moment eigenlijk dezelfde energie delen. Ze zijn even oud en de connectie dat ze hebben, dus die is eigenlijk de zielsherkenning die ze delen, is het oudste van alle zielsconnecties die er bestaan op aarde. En het universum, zegt ze. Dus, en ook ruimer. Daarom zijn, daar ga ik verder op ingaan, want dat maakt dat tweelingvlammen hier ook zijn met een speciale missie, met een speciaal doel. Maar dat is verschillende met tweelingzielen. Tweelingzielen hebben dus, zijn ook een zielsconnectie, maar die hebben een ander doel hier op aarde en die zijn wel twee delen van één ziel. Dus dat is één ziel die gesplitst is in twee en die zijn geïncarneerd in twee aparte lichamen, zijnde mannelijk of vrouwelijk, of mannelijk, vrouwelijk, afhankelijk van de lessen die die zielen willen leren. En zoals ik al zei, ze zijn hier met een ander doel dan de tweelingvlammen. Tweelingzielen zijn eigenlijk ook jonger in het ontstaan, in het plan van de evolutie. Dus als je in een lineaire tijd zou gaan denken, dan zou tweelingvlammen hier ontstaan zijn en tweelingzielen hier bijvoorbeeld. Maar beiden zijn ze een expressie van de bron om zichzelf uit te drukken, maar op een andere manier. En dus andere lessen te leren en dus andere ervaringen op te doen hier in dit leven op aarde. Over tweelingzielen zelf ga ik in deze video niet dieper op ingaan, omdat we specifiek over tweelingvlammen gaan spreken. Maar dat volgt nog in een andere video of een andere artikel. Nu, tweelingvlammen zijn verbonden met de term van onvoorwaardelijke liefde. En ik vind dat er tegenwoordig wel heel veel gesmeten wordt met de term onvoorwaardelijke liefde, maar dat er te weinig begrip ook is wat dat die term echt volledig inhoudt. Nu, waarom is dat ook verbonden met tweelingvlammen? Omdat tweelingvlammen een speciale en onbreekbare connectie delen. Waardoor dat ze eigenlijk als magneten aangetrokken worden totdat ze samen zijn. Je zou het kunnen vergelijken als met een batterij. In een batterij heb je ook een negatieve en een positieve kant of polariteit nodig om te kunnen werken. En dat is met tweelingvlammen ook zo. Vandaar dat ze eigenlijk ook eerst eenheid in zichzelf moeten gaan creëren vooraleer dat ze ook die eenheid en die relatie kunnen gaan manifesteren en iedere keer tegelijkertijd vanuit hun eigen individualiteit, dus vanuit wie dat ze zelf zijn. Nu, wat gebeurt er bij tweelingvlammen? Door het feit dat er één dan zogezegd de negatieve en de positieve polariteit in zich zou dragen, of een mannelijke en een vrouwelijke, is misschien een betere term om te gebruiken. Op het moment dat die samenkomen, gaan die elkaar versterken, waardoor dat ze allebei vanuit hun volste potentieel kunnen gaan werken. Waarbij dat ze allebei vanuit hun essentie, vanuit hun hoogste mogelijke haalbare zijn, kunnen gaan werken hier op aarde. En dat is enkel maar
weer van goed, of een goed voordeel voor de ontwikkeling van de rest van de planeet en van de aarde. Voor de ontwikkeling van de aarde, de ascensie van de aarde. Dus wanneer de tweelingvlammen samenkomen in onvoorwaardelijke liefde, elk vanuit hun eigen geheel zijn, dus vanuit hun individualiteit, telt hun liefde, dus die onvoorwaardelijke liefde dat er is tussen hen, hen omhoog tot union, tot eenheid. Tot oneness, eenheid in het Engels is oneness, one-in. En dat, daar gaat het om. Want deze connecties benaderen eigenlijk het dichtste gevoel zoals dat wij allemaal ooit gekend hebben, op het ogenblik dat we allemaal nog een onderdeel waren van de bron. Namelijk die eenheid en die onvoorwaardelijke liefde. En doordat tweelingvlammen in staat zijn deze hoge energie, die, dus de onvoorwaardelijke liefde van de bron, te ankeren in hun fysieke lichaam, vormen zij een voorbeeld voor de nieuwe gouden samenleving die we allemaal aan het creëren zijn. Namelijk, een leven in eenheid, maar vanuit die individualiteit. En dat betekent dus dat je jou één gaat gaan voelen met alles wat daar rond jou leeft. Dat je die onvoorwaardelijke liefde gaat voelen voor alles wat er rond jou leeft en is. Maar dat je nog steeds bewust bent van je unieke zijn, van je individualiteit en van je authenticiteit. Nu, wat is de missie eigenlijk van tweelingvlammen? En dat is ook de reden waarom de tweelingvlammen nu in deze tijd allemaal samenkomen en gaan beseffen wie dat ze eindelijk werkelijk zijn. Dat is omdat er heel veel bewustzijnsverruiming aan het plaatsvinden is. En dus door wie en wat dat ze zijn, zorgen ze ervoor dat, dat er niet alleen hele huisjes omvergeduwd worden, maar ze duwen of ze laten ook illusies verdwijnen. Ze tillen de sleur van vergetelheid op. Ze stellen het hangbare gezag in vraag en laten zien aan de mensen wat er nu eigenlijk de werkelijke waarheid is. Hoe doen ze dat eigenlijk? Door dus bijvoorbeeld ideeën over hoe dat relaties zouden moeten zijn. Of wat dat liefde werkelijk is, houden ze voor het licht. Ze zijn een spiegel voor de maatschappij om te gaan tonen dat de waarheid niet hetgeen is wat jij aangeleerd hebt, of dat er jou werd aangeleerd vanuit alles wat er in de matrix van ons, vanuit het systeem ons werd opgelegd, ons werd vertaald en soms werd gebrainwashed door medici, media bedoel ik, politici, dus media en politici samen, dus media en politici. Dus alles wat we tot nu toe gekend hebben en beschouwd hebben als onze waarheid, of al, ja, het is zo, het is niet anders, het kan niet anders, wordt door deze zuivere verbindingen, door hun koppigheid, door wie dat ze zijn, door de energie dat ze dragen, wordt dat getoetst aan de werkelijkheid van de ware liefde, van die onvoorwaardelijke liefde. En zo kan iedere ziel op zijn beurt zijn waarheid gaan zien, of de waarheid gaan zien, en dan de keuze gaan maken van ja, oké, ga ik mee in hetgeen wat ik altijd al gekend heb, of ga ik mee in die nieuwe werkelijkheid, in die nieuwe wereld. En dan de woorden tweelingvlammen, zijn het voorbeeld, de expressie van de eeuwige liefdevolle eenheid die de bron is. En de bedoeling is dat wij ook die liefdevolle eenheid gaan worden in ons dagelijks leven. Tweelingvlammen brengen en verankeren eigenlijk nieuwe niveaus van liefde, zowel op emotioneel, fysiek, mentaal en ook op spiritueel vlak. Want die onvoorwaardelijke ware liefde is onbegrensd. Er zijn geen voorwaarden, er zijn geen beperkingen aan, alles is mogelijk. En het is net dat tweelingvlammen jullie komen tonen. Zij dragen de hoogst mogelijke energie hier op aarde in deze dimensie. En door de lichtcodes in hun energieveld en hun aura, kunnen zij die energie ook belichamen. Dan worden zij ook die energie. Met andere woorden, ze zijn eigenlijk geprogrammeerd om deze energie van de bron, van de onvoorwaardelijke liefde, te dragen en door te geven aan de rest van de wereld. Op die manier vormen ze eigenlijk een kanaal voor een specifieke lichtstraal, en in dit geval namelijk die van de onvoorwaardelijke liefde. Alleen, dat kan enkel wanneer dat tweelingvlammen, elk voor zichzelf, alle oude programmeringen, besmettingen, vervuilingen door te leven in de 3D-wereld gaan transformeren. En dat is net de valkuil of probleem bij heel veel tweelingvlammen, of heel veel mensen, gewoon te koer, dat ze die weg niet gaan. Ze gaan het weg van de persoonlijke ontwikkeling niet aan. Ze gaan de weg naar binnen niet aan. Nu, veel van die transformaties kan aanvoelen als karma, maar dat is niet altijd karma. Vaak zijn het gewoon energetische vervuilingen. Door te leven in het systeem of in de maatschappij of bij dat gezin of bij de ouders waar je geboren bent. En dat is niet erg, want ook dat is iets wat je voor getekend hebt. Maar weet dat je het kan transformeren. Nu,
voel je een of weet je ondertussen dat je een tweelingvlam bent, alsjeblieft weet dan dat het jouw taak is om aan jezelf te werken en om jezelf vrij te maken van al de belemmeringen, enkel met als doel al die lagen af te pellen totdat je terug bij je essentie komt. Want zodra dat je eigenlijk weer jouw energetische vibratie belichaamd bent, net zoals je tweelingvlam, dan gaan jullie weer kunnen samenkomen en gaan jullie ook kunnen gaan doen en gaan werken vanuit je hoogste potentieel dat hier mogelijk is op aarde. Want energie resoneert altijd met gelijke energie. En als jij niet meer jouw ware essentie draagt of belichaamt, en jouw tweelingvlam wel, dan is die union of die eenheid ook niet mogelijk in je relatie. Dus het belangrijkste dat je moet doen voor union is al op dezelfde frequentie te vibreren. Dus ga naar binnen, werk aan jezelf en laat al je verdedigingsmechanismen los. En ik mag uit ervaringen zeggen, vaak denk je dan van, oké, ik heb al een hele weg gegaan, ik heb al heel veel werk gedaan. Maar nog dan zijn er altijd lagen telkens op een dieper niveau die gaan naar boven komen. Dat vaak getriggerd worden door jouw tweelingvlam. En dan is het jouw verantwoordelijkheid om daarmee aan de slag te gaan en verder innerlijk werk te gaan doen. Het pad van een tweelingvlam, dat hoeft niet moeilijk te gaan. Maar waarom gaat het vaak moeilijk? Omdat wij ons er tegen verzetten. Omdat we denken dat we het goed doen. Omdat we denken dat we goed bezig zijn. In plaats van te gaan voelen en gewoon het werk te doen dat nodig is. Dus we houden onszelf klein, we houden onszelf tegen. Het is net die bagage die je meedraagt en meesleurt, dat ervoor zorgt dat de negatieve... Ja, negatieve invloed heeft op jouw relatie. En of je nu een tweelingvlam bent of niet, ook in andere relaties is het altijd die bagage die jou beïnvloedt. En die jouw relaties beïnvloedt. Dus ga aan de slag met jezelf. En enkel dan ga je vanuit voldoening in de relatie kunnen staan en ga je ook de liefde eruit halen, zodat je zo diep naar verlangt. Waarom noemen ze tweelingvlammen soms ook tweelingstralen? Eigenlijk is dat heel eenvoudig uit te leggen. Dat is omdat tweelingvlammen op dezelfde lichtstraal werken. Wat is een lichtstraal? Een lichtstraal, dat is eigenlijk een straal die afkomstig is van de bron. Dus een gemaakt van energie met elke een specifieke eigenschap. Tot nu toe is geweten dat er 12 zeven hoofdstralen, maar eigenlijk 12 goddelijke stralen zijn. Maar in principe zijn er 96 en nog veel meer. Ik ben bezig met een boek aan het schrijven in samenwerking met mijn gidsen en meester Kutumi om meer informatie bekendbaar te maken over de 96 goddelijke stralen, lichtstralen, zodat iedereen die stralen kan gaan gebruiken in zijn eigen ontwikkeling met als doel terug je ziel worden en eigenlijk je goddelijke gaven en talenten te kunnen gaan gebruiken in dit leven. Nu, terug naar tweelingstralen. Dus tweelingstralen of tweelingvlammen zijn eigenlijk hetzelfde, maar gaat over dezelfde persoon, gaat over dezelfde energieën. Maar waarom spreken ze ook van tweelingstralen? Eén, dus omdat ze op dezelfde lichtstraal werken. En twee, omdat de energie van een ziel die tweelingvlam is, eigenlijk er ook uitziet als een vlam. Dus tweelingvlammen moeten... Doordat ze eigenlijk terug opnieuw geboren worden, moeten ook weer opnieuw weer ontwaken. Dus ze moeten opnieuw door die sleur van vergetelheid gaan. Ze moeten terug gaan ontdekken wie dat ze zijn. Ze moeten opnieuw ontwaken, doordat ze eigenlijk opnieuw gereïncarneerd zijn. En daardoor triggeren tweelingvlammen elkaar ook hard op die schaduwkanten. Net zoals ik daarnet al zei. Dus enkel maar als je aan jezelf gaat gaan werken en de triggers... dat je bij elkaar teweeg brengt, gaat gaan bekijken vanuit de onvoorwaardelijke liefde die er ook is tussen jullie, zal je relatie als tweelingvlam, zal je die moeitelozer kunnen gaan uitbouwen. Omdat jullie altijd bewust zijn van dat jullie zaken bij elkaar triggeren die nog niet in balans zijn. Nu, tweelingvlammen zijn ook voorbestemde connecties. Waarom? Omdat ze hier zijn met een missie die van belang is voor de verdere evolutie van de planeet. Dus zoals ik daarnet al zei, door wie dat ze zijn, door het systeem, of niet systeem, maar door het lichaam en energieveld dat ze dragen en hebben, zijn ze in staat om die hele hoge energie
ook te ankeren en als een kanaal te fungeren voor de evolutie van de planeet en dus eigenlijk voor alle andere mensen en andere wezens op aarde. Nu, tweelingvlammen hebben in tegenstelling tot wat heel veel mensen denken geen karma uit te werken samen. Luister goed wat ik zeg, ze hebben geen karma uit te werken samen. Het enige wat dat ze meedragen is karma uit de familielijn waarin dat ze in dit leven geboren zijn. En dus met andere woorden, zoals ik daarnet al zei, gaat het over de vervuiling door te leven en opnieuw terug te reïncarneren in dit leven op aarde. De zielen van tweelingvlammen hebben eigenlijk al reeds een bewustzijn van 7D en hoger. Dus van de 7e dimensie en hoger gebracht. Maar dat, doordat ze door die sluier van vergetenheid gegaan zijn, moeten ze zich daar weer bewust van worden en moeten ze zich eigenlijk al die informatie terug opnieuw gaan herinneren. Ze moeten leren hun ego, dus hun emoties, gedachten en overtuigingen, gaan gebruiken ten dienste van hun ziel en niet omgekeerd. Dus in het maken van keuzes moeten ze leren vertrouwen op hun intuïtie en hun ziel en niet op de gedachten, op de emoties en de overtuigingen dat ze hebben, al dan niet van anderen. Nu, tweelingvlammen komen dus niet samen om lessen uit te werken met elkaar, of om karma uit te werken ten aanzien van elkaar, wat dat bijvoorbeeld wel eens bij karmische relaties, of vaak ook soms in soulmate relaties. Dus ze komen hier niet om energie recht te zetten ten aanzien van elkaar. Ze zijn hier om elkaar te triggeren op de schaduwkanten die er nog zijn in hun ziel. En die schaduwkanten zijn er wel gekomen in vorige levens door andere relaties, door andere ervaringen. Maar dus onderling hebben ze geen karma uit te werken. Tweelingzielen hebben ook niet zoveel levens samen gedeeld, net omdat ze elk hun eigen ervaring wilden opdoen en ervoor gekozen hebben om die ervaringen afgescheiden te ervaren. Dus afgescheiden van de bron, maar ook afgescheiden van elkaar. Tweelingvlammen blijven sowieso altijd verbonden vanuit de hogere realiteiten, dus vanuit de hogere dimensies. En dat is iets wat wel klopt, dat je op verschillende websites ziet. Maar in tegenstelling tot soulmates, relaties en karmische relaties, ontstaat die relatie van een tweelingvlammen anders. Het is een connectie. Het is een verbinding en die is, kan niet verbroken worden. Dus die connectie ontstaat vanuit 5D-realiteit en hoger. En gaat dan pas, naarmate verloop van tijd, gaan zich manifesteren in de 3D-wereld. Terwijl bij karmische relaties is het op 3D-niveau en gaat dan vaak ook evolueren naar een spirituele connectie, maar geen zielsconnectie. Dus dat is de omgekeerde werking. Maar net daarom, de reden daarvoor is omdat zij die hevige connectie en band nodig hebben om al die schaduwkanten en die hevige triggers te kunnen uitwerken. Omdat ze weten dat ondanks, of weten misschien niet altijd onmiddellijk, maar wel voelen, dat ondanks alles wat er gaande is tussen hen beiden of in zichzelf, dat die onvoorwaardelijke liefde er wel altijd is en blijft in WVD. Wil ik nog meedelen? Vaak ga je zien als je informatie opzoekt omtrent die tweelingvlammen, dat je vaak het getal 1111 tegenkomt. En die codes verwijzen eigenlijk naar de mannelijke en vrouwelijke energieën die worden gebalanceerd in deze connectie, in de tweelingvlamconnectie. Eerst in elke tweelingvlam zelf, dat maakt dat je een 1 en een 1 hebt. Om dat dien te balanceren vanuit de connectie. Dus waar je 1-1 en 1-1, dat wordt dan eindelijk samen 11-11. En van zodra dat ze samenkomen, dus die 11-11, en dus samen de mannelijke en de vrouwelijke energie balanceren, ontstaat eigenlijk de heilige relaties. En dan ga je zien dat 1 plus 1, dat 3 wordt. Dus 1 plus 1 maakt, en dus 1, de mannelijke energie, 2, de vrouwelijke energie, 3, de connectie, maakt dat je dan de heilige relatie hebt. Wanneer tweelingvlammen dus vanuit deze connectie, vanuit de heilige relatie, gaan manifesteren, ontstaat een verandering, een magie, waaruit dat er eigenlijk een nieuwe wereld wordt geboren. Het is ook dat wat de Tree of Life vertegenwoordigt, mocht je daar wat kennis over hebben, waarbij dat de bron die helemaal bovenaan staat, nul eigenlijk, zich wens uit te drukken hierdoor splits in een mannelijke en een vrouwelijke energie, om van daaruit te gaan manifesteren.
Maar de mannelijke energie kan niet manifesteren als hij geen vrouwelijke energie heeft en omgekeerd. Dus ze hebben elkaar nodig. Dus je hebt eigenlijk beide energie nodig, mannelijke en vrouwelijke energie in balans, om iets in de fysieke realiteit te willen laten gebeuren. Elk nieuw leven ontstaat ook vanuit beide energieën. Vanuit de mannelijke energie, vanuit de vrouwelijke energie. Biologisch gezien vanuit een mannelijke zaadcel en de vrouwelijke eicel. En zo komen we eigenlijk opnieuw bij het begin, waar dat tweelingvlammen als ziel zijn ontstaan. Ze zijn ontstaan samen uit de bron om de onvoorwaardelijke liefde als individuen in één neer te zetten op aarde, om zo een nieuwe wereld te gaan scheppen. Zo, ik zie dat we ondertussen al 25 minuten bezig zijn, dus ik ga het voor hier over tweelingvlammen houden. Ik wil ook niet te hard de diepte ingaan, maar... ik hoop dat je toch ondertussen een beter beeld hebt van wat dat tweelingvlammen zijn, wat het verschil is met tweelingzielen. En waarom dat belangrijk is dat ook jij, ongeacht of je een tweelingvlam bent of niet, met jezelf aan de slag gaat. En waarom dat je dat belangrijk is dat je jouw relaties gebruikt als een spiegel om gewoon aan jezelf te werken en om meer... beter te worden in wie dat je werkelijk bent. De beste te worden in wie dat jij bent. Want niemand anders kan jij worden. Jij bent de beste in wie dat je bent. Zo, ik hoop je te zien in de volgende video. En mocht je er vragen zijn, zet je vraag hieronder in de video. En dan antwoord ik jou daar persoonlijk. Dag!